Right, Panthers, listen up. Hey, maar jullie vragen wat jullie gaan vonden? Ja, super mooi. Oké, okay, mooi. En wat vond je er wel mooi? De bewegingen. Dat alles gewoon vloeiend loopt. En ja, de hele setting eigenlijk. Ken je Rodin? Nee, eigenlijk niet. Dus dat haalde ik er verder ook niet echt uit. Maar ik vond het wel een lust voor het oog om naar te kijken. Dankjewel. Alsjeblieft. Het is moeilijk. Nee, het is helemaal niet echt. Het is heel leuk. Maar er moet wel minder licht daar, hè? Festival Dagkranten Dodo. We zijn hier op de Springdance 2012, de laatste editie van dit festival voor internationale hedendaagse dans. En we gaan deze week het festival volgen en verslag doen van de voorstellingen, dingen die we zien en dingen die we horen. En we hebben vandaag twee voorstellingen gezien. De voorstelling Ion van de Bulgaarse choreograaf Ivo Dimchev. En de grote klapper, de inkopper, de eerste grote voorstelling van het festival. De Rodin Project door, en ik ben weer zijn naam vergeten. Russell Malefant. Russell Malefant. Wat zijn je eerste indrukken, Ruben? Positief. Wat betreft het festival als opening is Ivo Dimchev, wat je zou kunnen noemen, amuse, vernieuwend en terecht. En het tweede stuk van Russell is, je kan zeggen waardig ook, omdat het de 30 jaar afsluit. En er zit ook iets vernieuwends in de zin dat hip-hop dancers of breakdancers gebruikt worden, wat tegenwoordig in is. Het is wat behoudender, je kan het niet met elkaar vergelijken, de twee stukken, maar interessant. Maarten Baan, eerste indruk. Mijn indruk was van de Rodin Project, ik was er erg teleurgesteld in. Zeker in vergelijking met Ivo Dimchev. Ivo Dimchev is iemand die heel oorspronkelijk en creatief omgaat met de kunstwerken die hij in zijn performance gebruikte. Terwijl de Rodin Project voor mij neerkwam op het nadoen van de clichévisie die men over het algemeen op Rodin heeft. Clichés, dat is een redelijk dodelijk oordeel. Ja, maar wat moet ik daar nou aan toevoegen? Ja. Ik vond Dimchev echt geweldig. En inderdaad bijzonder aan de prachtige opening, kleinschalig. De man staat bekend om hele snelle transformaties. Echt als een gek verandert hij van de ene seconde op de andere van vorm en van inhoud. Wordt wel eens hysterisch genoemd. Ja, hij was vandaag juist heel rustig. Pas misschien een beetje bij Springmans in een witte ruimte met objecten van een bekende kunstenaar. En daarin, hij verstilde eigenlijk, was daardoor veel kwetsbaarder, wat ik erg mooi vond. Moeilijker voor het publiek, minder een entertainer, maar zat helemaal goed, vond ik. Echt typisch Springland. Ja, en de tweede voorstelling, de Rodin Project. Ja, ik was er zo niet door geboeid. En het was tegelijkertijd zo vakkundig gedaan, dat ik heb heel erg technisch zitten kijken. Zo van, want je oog wordt blijft gegrepen worden, het is een soort schouwspel, maar het deed me niets. En ik heb veel mensen gesproken en ik vraag me echt af, er zit zoveel in, zoveel verwijzingen, maar wat doet hij daarmee? Wat wil hij daarmee zeggen? Wat wil hij met zijn publiek eigenlijk? En wat ik vooral storend vond, was dat er een enorme vette neo-flerk, zal ik maar zeggen. Veel violen, een beetje minimal, maar niet echt. Een beetje tribal, maar niet echt. Een soort mix van soundscapes. Ja, maar echt van die beetje hitserige, net niet echte wereldmuziek zat erop. En die stond luid aan en die bleef maar gaan, waardoor elk contact wat je kon hebben met wat die mensen ook deden, dat werd vermeden. En dat snapte ik helemaal niets van. Okay. Wat misschien iets zegt, en dan kijk ik naar de heer aan deze kant, op de klassieke achtergrond van de choreograaf, wat hij gewend is om met muziek te werken. Maar... Ja. Na 30 jaar wordt dit jaar ook de laatste, of is het dit jaar de laatste Springdance. Francine, wat verwacht je nog van dit festival? Een heleboel. Ik vind het een heel goed onderwerp, beeldende kunst en dans samen, performance die daartussen ontstaat. Er zijn een heleboel intieme voorstellingen, heel kleinschalig, subtiel. En er zijn een paar grootse projecten, wild met... Noem eens iets. Ibrahim Kourachi, die met vier dansers en allerlei enorm veel objecten, troep kan je het ook noemen, op het podium een soort punkrock show doet. My Own Private Himalaya, geloof ik heet het zo. My Own Private Himalaya, ja. En er is Creed,
die beroemde kunstenaar uit Engeland met de Turner Prize heeft gewonnen, die met een band optreedt, terwijl ik geloof 7 danseressen of 6 danseressen basisposities van het ballet doen en er ondertussen filmpjes worden vertoond, geïmproviseerd. Er zitten zeg maar hele spectaculaire dingen in en er zitten hele intieme kleine dingen in, zoals Robert Stijn die met Maria nog wat een uur lang elkaar in de ogen kijken en hoe je dan kunt bewegen. Dat heet conceptuele dans, geloof ik. En dan ben je daar tegen dan? Nee, helemaal niet. Ah. Maarten, waar kijk jij nog naar? Ja, ik ben gewoon in het algemeen benieuwd naar wat ik dus een beetje miste bij de Rodin Project, dat is hoe creatief men omgaat met de inspiratiebronnen die dus in dit festival dan voornamelijk bij beeldende kunsten zijn gevonden. Dat wil ik graag zien. Gewoon verschillende benaderingen en ja, een beetje met elkaar vergelijken. Ruben, waar kijk jij nog echt naar uit voor dit festival? Wat ik zou denken, de onderzoeksfunctie van het festival. Ik heb het idee dat het grondgebied dans wordt verkend. Dus ik ben benieuwd wat het eindresultaat gaat opleveren na die verkenningstocht. En onder andere wat Shiva, ben ik benieuwd wat dat gaat betekenen. Ja. Dus met Jasmine Godder, die vorig jaar ook op Springdance te zien was. Dus wordt spannend. Heer, we hebben er zin in. Blijf ons volgen. Festival Dagkanten Dodo. Goeiedag. Conceptuele kunst. Ja, dit is goed, dit is heel goed, toch? Dat op die moment doen. Ja, maar dat soort flauw. En ik vond het ook heel mooi wat jij zei, de grond. Wat zijn dat de grond? Right, Panthers, listen up.